Bij deze dus die video 2018 ongeveer om een beeld te krijgen van wat die paradijsvogelwoningen nou inhouden. Wat zijn de paradijsvogelwoningen precies? Paradijsvogelwoningen zijn semi-permanente woningen voor mensen die uiteindelijk een woonruimte nodig hebben. Ja. Mensen die prikkelarme omgeving nodig hebben, maar daarnaast ook dagbesteding nodig hebben. Dus dat ze hier werken en wonen tegelijk. En jullie begeleiden die personen daarin? Ja, wij doen de begeleiding 7 dagen in de week. Door de week begeleiden ze met het wonen, het werken en de vrije tijd. In het weekend is met name de vrije tijd en het wonen waar we ze mee begeleiden. En hoe ziet de situatie wonen en werken precies in elkaar? Ja, de mensen wonen hier op het terrein van de paradijsvogelwoningen. Hiernaast is het terrein van de voorjaarderij met de visvijvers en met de horeca en dergelijke. Daar kunnen de mensen, als ze dat willen, dagbesteding doen. En wat voor een dagbesteding is dat? Het kan heel verschillend zijn. Er kan dagbesteding zijn in het groen, maar er kan ook productiewerkzaamheden zijn. Dat is heel divers. Ja. Zelfs koken en gezamenlijk koken. Dus dat is een activiteit gezien, maar ook de was doen. Of wat in mensen de mogelijkheden. We proberen de mogelijkheden uit mensen zelf te halen. Kunnen vrijwilligers hier ook bij de Supply aanmelden om hier te komen helpen? Altijd. Ja. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Maar de begeleiding wordt echt door mensen gedaan. Die er door de wol geverfd zijn eigenlijk en ook goed verstand van hebben. Er staan nu 5 huisjes. Hoeveel komen er nog bij? Er komen in totaal 10 mensen te wonen. Inclusief de 11e woning die de beheerders bewonen. Maar in sommige woningen kunnen ook 2 personen komen te wonen. Dus ja. Het hangt er vanaf van als een echtpaar is. Wie financiert de huisjes hier? Dit project wordt gefinancierd vanuit de centrumgelden van de gemeente Enschede om het beschermd wonen. Dus vanuit de WMO van de gemeente Enschede wordt het gefinancierd. Wanneer gaan die mensen hier weg, de bewoners? Wanneer sturen jullie ze weer de maatschappij in? Ja, de mensen komen hier omdat ze op de een of andere manier uitvallen in de maatschappij. Het doel is dat ze 3 tot 5 jaar weer hun leven dusdanig op de rit hebben dat ze weer terug kunnen naar de maatschappij. Daar werken we ook naartoe. Hè. We proberen ook via trajectplannen daar naartoe te werken. Dat deze mensen weer geschikt zijn om zichzelf te kunnen gaan wonen. Ja, tot zover even die terugblik. Toen die woningen daar net waren, 3 jaar geleden nu. Barry Overink in de studio, Burgerbelangen Enschede. Jullie zeggen nu eigenlijk van groot succes, meer van dit soort woningen. Ja, zeker. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag, sorry. Ja, het filmpje werd al heel mooi aangegeven waarom dit zo goed werkt, hè. Het is niet alleen... Mijn geluid valt steeds weg. Kan dat kloppen? Of? Ja? Waarom dit zo'n mooi project is, is eigenlijk omdat... Het gaat... Je moet het van verschillende kanten bekijken. Deze mensen die zwerven normaal, als we niet genoeg aandacht aan besteden, door de binnenstad. Je ziet ze vaak dan wel ergens op een bankje zitten. Soms ook met een pilsje. Het aanblik is niet altijd heel fijn voor bezoekers. Maar voor die mensen zelf is dit natuurlijk ook geen ideale situatie. Wat je hier ziet is eigenlijk, heel veel dingen komen hier gewoon samen in deze forelderij pilot. De paradijsvogelpilot is het eigenlijk, hè, maar op de locatie van de forelderij. Mm-hmm. Je hebt een dagbesteding, mensen hebben een woning, dat prikkelarme omgeving. Hè, dus dat werkt ook heel goed. Ze hebben begeleiding. Het is echt ook weer een opstap richting het normale leven ook voor die mensen zometeen. Kiezen ze daar zelf voor? Ja en nee. Uiteindelijk is het wel vrijwillig. Maar goed, waarom zou je het niet willen? Hè? Want niemand wil uiteindelijk op straat willen blijven wonen. Ja. Je wil op den duur allemaal weer gewoon een normaal leven gaan volgen. Ja. Is het doel ingestoken om die mensen te helpen? Of is het doel ingestoken om eigenlijk de Enschedeërs af te helpen van mensen die mogelijk overlast veroorzaken in een binnenstad bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat je tweeledig moet zien. Want het werkt natuurlijk altijd beide kanten op. Dat gaf... de afgelopen stadsdeelcentrumvergadering in afgelopen april werd het ook aangegeven door de wijkagent in het centrum hier, Marco van Zanten. En die gaf heel duidelijk aan van, wij zien gewoon deze mensen niet meer terug in onze politiedatabase sinds zij meedoen aan dit project. En ook qua overlast in het centrum, in de aanwezigheid, zien we eigenlijk ook niet meer. Nou ja, dat is een mooi neveneffect daarvan. Maar waar het natuurlijk ook om gaat, is gewoon dat je die mensen ook gewoon weer een stukje perspectief biedt. En dat die straks ook gewoon meer kunnen doen in de samenleving. En niet op straat hoeven te leven. Is dat ook een soort van voorwaarde, toch een beetje om te zoeken naar het kader van dit project? Dat het zijn deze mensen die hier nu wonen, waren die eerder wel veel in beeld bij de politie? Ja, zeker. Ja. Ik ben zelf ook wel eens meegegaan met de politie. Hè, een dag in de nachtdienst gedraaid.
om te kijken van waar lopen ze nou tegenaan, vooral in het centrum, omdat ik de afgelopen jaren heel actief op het gebied van veiligheid ben geweest in het centrum. Ja, en dan zijn er natuurlijk wel dezezelfde paradijsvogels, om het zo te noemen, die we vaak terugzien in het centrum. Rondom het Wilmingplein of de Oude Markt. Ja. Ja, en dus ik denk dat het heel goed is. En vergeet ook niet dat als we deze mensen gewoon willen helpen, als ze gewoon wel ergens wonen, dan komt daar vaak heel veel zorg bij kijken. En misschien wel 5, 6, 7 verschillende zorgprofessionals. Nou, op het moment dat je dit helemaal zo centraliseert in dit soort locaties, ja, dan is dat ook gewoon een heel stuk efficiëntie wat je kunt toepassen. Mm-hmm. Ja, en dat helpt natuurlijk in de financiële zin helpt het ook gewoon weer mee. Dus je moet het echt op heel veel bredere manieren gaan bekijken. Hoe zie je dat dan voor je even op de zaken vooruitlopend als je zegt van dit moeten we gewoon breder in Enschede gaan inzetten. Mm-hmm. Gaan we dan dit soort mini-dorpjes ook in andere buitengebieden? Of wat voor plekken zijn eigenlijk kandidaat voor dit soort gebieden? Dit is een pilot geweest. Hè? Uh-huh. En na aanleiding van deze pilot hebben we gekeken van hoe effectief is het? En is het succesvol? En dat is gebleken. Misschien zelfs wel boven verwachting. Ook voor de bewoners zelf trouwens? Ik heb er niet zelf mee gesproken. Maar wat ik heb begrepen van een aantal mensen die daarbij betrokken zijn. Dat die daar zelf ook heel blij mee zijn. Uh-huh. En dat blijkt ook wel. Want ze blijven ook gewoon in die locatie daar. En we zien ze ook bijna hier niet meer terug. Dus ik denk dat ik daar wel een jaar volmondig op kan gaan zeggen. En wat wel mooi is, en dat is ook de motie die ik heb ingediend, die ook unaniem is aangenomen, om te kijken van laten we dit ook gewoon op andere plaatsen toepassen, aan de randen van van de stad. Want het gaat ook juist om een prikkelarme omgeving. Maar we moeten wel voorkomen dat daar ook dan weer clustering ontstaat. Hè? Wat je niet moet willen is bijvoorbeeld 30, 40 van dit soort huisjes op één locatie. Want dan is het effect, zijn die prikkels nog wel weer terug. Ja. Dus ik denk dat je daar gewoon echt een goede verdeling om moet maken. Dus zeg maar 10 huisjes zoals in de pilot, dat moeten we dan voor ons zien. Ja, dat denk ik wel. Maar vergeet niet, deze doelgroep is natuurlijk niet heel groot. Hè? We hebben iets van tussen de 300 en 500 daklozen in Enschede. Die zijn niet allemaal heel zichtbaar in die zin. Zijn misschien ook niet allemaal overlastgevend? Nee, zeker niet. En als je dan kijkt naar, moet je dan al die mensen in het buitengebied zetten? Nee, zeker niet. Maar dit gaat wel echt om de multiproblematiek die vaak bij dit soort mensen speelt. Hè? Dus inderdaad een stukje dagbesteding, de zorg, misschien wel een stukje schuldhulpverlening, woonbegeleiding. Dat past heel mooi. In dit geval zat die forelderij, was er al. Mm-hmm. Dus kan ik me voorstellen dat je ook plekken in zicht hebt waar een dergelijk initiatief bij zit, zodat je ook meteen die dagbestedingsplek hebt? Ja. Nou ja, ik heb zelf een aantal jaar geleden een motie voedselbos ingediend hier in Enschede. Die is ook unaniem aangenomen. En die wordt nu ook in uitvoering gebracht. Dus er komt ergens een heel mooi voedselbos. Ja, weet je, daar zou je misschien ook wel die combinatie kunnen maken. Want dat was ook ooit de oorspronkelijke gedachte. Ook om een maatschappelijk nut daarmee te gaan combineren met zo'n voedselbos. Ja. Ja, en ik denk dat dit ook gewoon, als je een paar van die tiny houses er neerzet en goede begeleiding, misschien ook de combinatie met de DSMW, kunnen misschien straks ook wel weer aan het werk of via surplus. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het heel mooie combinaties zijn. Maar goed, daar heb je ook wel een beetje mensen voor nodig met energie en die dit ook graag willen. En ik ben ook daarom heel blij dat deze pilot zo'n succes is geworden. Want dan kunnen we ook echt laten zien van, kijk, zo werkt het. En dit is ook de meerwaarde ervan. Wat weet je van bewoners die zeg maar hier in de buurt wonen van zo'n initiatief, wat die ervan vinden? Want dat kan ik me voorstellen dat je daar nou wel eens tegenaan kunt lopen. De mensen zeggen ja, mooi zo'n initiatief, maar not in my backyard. Ja, maar het gaat er met name om dat je uiteindelijk ook gewoon een open gesprek moet hebben met die mensen. En ik pak even als voorbeeld, volgens mij, dan doe ik het even uit mijn hoofd, was het de Perikweg waar eerst de reisopera was gevestigd. Nou ja, wat we daar hebben gedaan, een oud historisch pand. Daar hebben we ook allemaal studio's zijn daar ontwikkeld. Uh-huh. Daar zitten ook mensen die af en toe een beetje verward zijn. Die ook begeleid wonen. Nou ja, en met heel goede en duidelijke afspraken vooraf. Ook vanuit de gemeente. Ook vanuit die instellingen, ook van die begeleiders. En ook die investeerder van dat pand. Ja. Hele duidelijke afspraken gemaakt. Ook met doelen daarin. En als wat is, dat mensen gewoon bij één persoon terecht kunnen die het dan oplost. En de hele wijk heeft daar ook gezegd van, dan gaan we het gewoon proberen. En hoe is dat in deze pilot gegaan, bij de forelderij? Nou, ik weet niet of daar, want dit is alweer 3 jaar geleden, mm-hmm. toen het begon. Ik weet niet, ik zat toen wel in de raad, maar ik weet niet hoe dat precies aan de voorkant helemaal is verlopen. Qua in gesprek zijn met reacties van omwonenden, ken je die? Of is dat relatief rustig gebleven? Ik kan me geen opstand herinneren. Wellicht zijn er wel zorgen geweest in het begin. Maar goed, dit is ook niet direct in een druk bewoond gebied. Hè. Er zit natuurlijk rondom een crematorium wel een aantal mensen, een paar mooie huizen staan daar.
Maar ik heb daar niet echt destijds signalen van gehoord dat er opstand was. Maar zegt in ieder geval wel, mocht dit breder ingezet gaan worden in de stad, dan zullen jullie altijd zeg maar eerst met bewoners in gesprek gaan om te kijken van hoe kunnen we het draagvlak krijgen om met z'n allen dit te doen. Ja, zeker. Want wat je niet moet willen hebben, dat is wat er destijds gebeurde in de Broeken en de Borg in Enschede. Waar ook een aantal mensen bij het bejaardenhuis kwamen. Ja, er stond een heleboel in de brand bijna. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus het begint altijd ook dit soort dingen waar gevoeligheden bij zitten. En niet alleen op dit dossier ook, maar ik denk bij alle dossiers, altijd in gesprek zijn met je inwoners. De politie die vinden in ieder geval ook een goed idee, begrijpen we? Ja. Heb je dan nog veel heuvels te beslechten? Dan moet de gemeenteraad nog mee om dit echt breder uit te... Nou, de gemeenteraad is mee. Ik heb naar aanleiding van Stadsdeel Centrum heb ik een motie ingediend. Ja. Om van die pilot echt beleid te gaan maken. Die is unaniem aangenomen, wat je unaniem zei. Aangenomen, ja. Dus dat wordt nou in werking gezet. Ja, en de politie is er ook erg blij mee. Wat betekent dat even voor de timeline, zeg maar? Wanneer kunnen we zo'n soort... ik wou het een tuigdorp noemen. Mag dat? Nee, zeker niet. Nee. Een paradijsvogelwoningenbuurt zien gaan verrijzen ergens in Enschede? Ik weet niet op welke termijn. Ik weet dat er een paar pilots zijn ook met tiny houses. En tot daar ook naar wordt gekeken van hoe kunnen we daar een combinatie maken. Of dat nou binnen een paar maanden of binnen een jaar of twee jaar is, dat durf ik niet echt te zeggen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Ook omdat je zegt, je kunt ontzettend veel in de zorgkosten kun je gaan besparen. En ook in de begeleidingskosten van die mensen. Dus uiteindelijk als je die kosten allemaal kunt gaan besparen, kun je dan ook wel weer gewoon dat geld investeren in dit soort mooie ontwikkelingen. En uiteindelijk moeten die mensen ook gewoon meer kunnen doen in de samenleving op den duur. Ja, maar specifieke plekken heb je nog niet? Nee, en daar ga ik ook niet over als raadslid. Wij geven de kaders mee wat we willen en wat we vinden. En de echte uitvoering, dat is uiteindelijk aan het college en de ambtenaren. Barry Overink van Burgerbelangen Enschede, dank voor je toelichting. Dank je wel.